Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb vandaag voor jullie de tutorial van de Soft & Cozy babydeken. Ik haak deze met iSharns. Kleurnummer kan ik je zo even niet zeggen, want die staat op de verpakking. Die heb ik hier niet liggen. Het is een Softly Baby garen. 50% acryl, 50% polyamide. 100 gram en 210 meter. En ik meen mij te herinneren dat ik hiervoor deze babydeken 4 bollen heb gebruikt. En dan heb je best wel een flinke babydeken. Verder gebruik ik een haaknaald 4,5. En natuurlijk een schaartje en een naald om de babydeken mee af te werken. We gaan beginnen met 83 lossen opzetten. En laat even een flink draadje hangen, zodat je die straks makkelijk kan wegwerken. Zo, even scherp stellen. Dus 83 lossen gaan we maken. Gewoon een lusje op je haaknaald en lossen maken. En als je die 83 hebt gemaakt, dan kom ik bij je terug. Ik zou trouwens nog even een linkje in de beschrijving zetten waar je goedkoop aan iSharn scharen kan komen. Goed, ik heb de 83 lossen gedaan. En nu ga ik eerst nog 3 lossen doen. En dit doe ik om mijn haakwerk omhoog te brengen in de volgende ronde. Die 3 lossen die staan namelijk als eerste stokje. En dat is ook meteen wat wij deze ronde gaan doen. Alleen maar stokjes haken. We slaan over en zoeken de 4e lossen vanaf de haaknaald op. Dus 1, 2, 3 en 4. En in die 4e gaan we een stokje maken. En ook de rest van de losse ketting krijgen allemaal een stokje. Maak de losse ketting verder vol met stokjes en dan kom ik bij de volgende ronde bij je terug. Ik heb de stokjes gemaakt langs mijn hele losse ketting. Dan gaan we vervolgens 3 lossen maken. Dat is weer de keerlossen. Die staan als eerste stokje. 3. We keren ons werk. Dit gaatje sla je over, want dat is je eerste stokje die je hier hebt. Ga je naar het tweede gaatje. Daar maak je een stokje in. En dan gaan we beginnen met het patroontje wat in die deken zit. We gaan namelijk een dubbel stokje achterlangs maken. Hoe doe je dat? Je slaat 2 keer je draad om je naald. Dan ga je met je haaknaald achter het stokje langs, steek je hem er doorheen. Andere kant door, omslaan. En dan haal je je draad op zoals je gewend bent een stokje te maken. Alleen maak je dan dus een dubbel stokje. Waardoor je straks dat mooie patroontje zichtbaar hebt. Dus dat doe je gewoon om dan het derde stokje heen. Eromheen, dus niet in het gaatje, maar er echt omheen. Dan sla je vervolgens dit stokje over, want die heb je dus gebruikt voor je relief stokje. En dan gaan we weer 5 gewone stokjes maken in de 5 volgende stokjes. Dus 1, 2, 3. 4 en 5. Even wat draad weer bijpakken. Dan zijn we weer aangekomen bij zo'n relief stokje. Want die gaan we om de 5 stokjes maken. Dus we slaan weer 2 keer om.
gaan we achter dat stokje langs. Trek het draad weer omhoog. En je maakt je stokje weer af zoals je gewend bent. Dit stokje sla je dus weer over omdat je daar je reliëfstokje al in hebt. En je gaat verder naar het volgende stokje. En je maakt weer 5 stokjes. Dus dat is hetgeen wat zich eigenlijk de hele deken wel herhaalt. Alleen gaan we de volgende toer weer anders doen. Maar dat zal ik je laten zien. Mijn bolwol wil eventjes niet meewerken vandaag. Zoals gewoonlijk. Nog eentje erbij, want ik heb de 5 nodig. Even kijken. 2, 4, 5. Dan gaan we weer een relief stokje maken. Dus 2 keer omslaan. Om het volgende stokje. En weer 5 gewone stokjes. Dit ga je de hele toer lang doen. En dan kom ik daarna weer bij je terug. Zo, ik heb mijn toer afgemaakt. Ik heb ook ondertussen mijn dochter uit bed gehad. Dus die zul je waarschijnlijk ook wel op de achtergrond horen. En ze is flink ziek. Dus als je veel gehoest hoort, maak je geen zorgen. Ze is gewoon ziek op het moment. Ik zie tevens ook dat ik eigenlijk net 1 losse minder had moeten doen. Omdat je hier nou 3 hebt in plaats van 2. Maar dat maakt op zich niet uit. Heb ik in het gewone dekentje, het oorspronkelijke dekentje, ook gewoon zo gedaan. En let op dat je bij die laatste, die 3e losse van de keerlosse die je in het begin hebt gemaakt, dat je die ook eventjes pakt. Want anders kom je elke keer een stokje tekort en dan krijg je scheef werk natuurlijk. Nu gaan we met de volgende toer beginnen en dat is eigenlijk het enige wat je met het dekentje nog hoeft te doen. De toer die we zojuist hebben gedaan en de komende toer. 3 lossen. 1, 2, 3. Keer je je werk. En dan gaan we in de stokjes. Daar maken we ook een stokje, dus de komende 2 krijgen stokjes. 1 en 2, want die 3 lossen die staan al als keerlossen, hè? En dan kom je hier bij dat relief stokje en nu gaan we een relief stokje voormaken. Dus 2 keer omslaan en dan ga je gewoon hier tussendoor. Yes, als je even eten, hè? Zo. En dan maak je weer 5 gewone stokjes. Ik hoop niet dat het vervelend voor jullie is als je mijn dochter de hele tijd op de achtergrond hoort. Maar nu ze ziek is, is het even niet anders. Omdat ik dan ook niet de dinsdag heb om te filmen. Omdat ik haar dan niet wegbreng, maar thuis hou natuurlijk. Ze zit nu lekker even een koekje te eten in de stoel. Ik ben lang blij dat ze even wat wil eten. Want dat is de laatste dagen ook een crime. Nou, nu heb ik er weer 5 gewone stokjes gedaan. Kom je weer aan bij die relief stokjes. En dat is nu nog een beetje moeilijk te zien. Maar straks, als je verder in de deken bent, dan komt dit er dus heel duidelijk op te liggen. Dus dan kun je het gewoon heel makkelijk zien. Gaan we weer 2 omslaan. En weer een relief stokje voormaken, dus voorlangs insteken, weer 5 stokjes, 2, 3, 4 en 5. Kom je weer bij dat relief stokje, 2 keer omslaan. Even draad erbij pakken. Zo. En je steekt gewoon via de voorkant zo achter het stokje langs. En je maakt je dubbele stokje weer af. En dan blijf je weer de hele toer doorgaan. En nu is het enige wat je in de gaten hoeft te houden wanneer je voor of achter moet haken. Nou ja, wanneer je hiervoor bezig bent, dan zie je dat natuurlijk heel duidelijk omdat dat bobbeltje hier bovenop ligt waar je omheen haakt.
Dus dan weet je, oké, ik moet via de voorkant insteken. Ben je nou aan de achterkant van je werk bezig, dus de volgende ronde die je gaat doen, dan moet je weer achterin steken. En dat is soms in het begin even lastig te zien, maar als je een poosje bezig bent, dan is dat al veel makkelijker. Als je die 5 stokjes dan hebt gedaan, dan ga je dus op dezelfde manier als we net hebben gedaan, hier omheen steken. Dus dan steek je via de achterkant in en dan maak je je dubbele stokje. Dan let je op dat je dan die steek die je dus gebruikt hebt voor dat dubbele stokje overlaat en naar de volgende gaat. Anders krijg je ook een scheve deken. En op deze manier ontstaat er dus zo'n heel leuk patroontje. Ik heb hier ook de babydeken die ik gemaakt heb al liggen. En daar kun je het natuurlijk gewoon heel goed zien. Kijk, dan krijg je gewoon een hele nette lijn. Oké, dat vloekt nu even. Want het is echt heel diep paars. Hij komt de tand niet over, maar als ik beweeg, dan pakt hij het op als blauw. Maar dat is dus alles. En aan de achterkant zie je dan al haast niet meer. Hè, die steken die je overslaat. Ook dat geeft trouwens een heel leuk patroontje. Ik hoop dat het zo duidelijk genoeg voor jullie was. Want ik had vandaag gewoon weg niet zoveel tijd om even rustig te gaan filmen. Maar ik wou wel graag een babydeken tutorial voor jullie online zetten. Mocht je meehaken met het goede doel, dan heb je in ieder geval weer een patroon om handen. Ik bedank je voor het kijken en ik hoop dat je er wat aan hebt. En ik zie je graag weer. Abonneer even op mijn kanaal, blijf je meteen op de hoogte van alle nieuwe tutorials. Bedankt voor het kijken. Doei!